Nou, voorzitter, even als aanvulling van waarom die toets zo belangrijk is. Omdat het gewoon een groot besluit is met een behoorlijke impact. Waar je ook ziet dat die stad verdeeld is, ook supporters zijn verdeeld. Dus als dat onderzoek, als daar geen, dus hoe minder discussie over dat onderzoek is, hoe meer we het kunnen hebben over de Kuip zelf. Ik denk dat dat in het belang is van de uitkomst van het debat wat we gaan krijgen. Aansluitend op collega Snijder missen wij ook in de brief zoals het nu ligt. Er zitten een heleboel goede punten in, moet ook gezegd worden. Dus dank daarvoor richting het college die nu niet meer hier zit. Maar op het punt van de exploitatie missen wij een aparte toets door een aparte onafhankelijk bureau die echt naar de commerciële uitgangspunten gaat kijken van de verschillende varianten. En een andere belangrijke opmerking is, ja, er staat in de brief voor de varianten. Zijn er geen wezenlijke verschillen met betrekking tot de buitenruimte? Nou, dat verbaast ons wat, want volgens mij zijn er hele heftige financiële consequenties voor de buitenruimte tussen verschillende varianten. En misschien zijn die consequenties nog wel groter dan de beslissing van het bedrag voor de Kuip zelf. Dus wij zouden ook graag de financiële consequenties voor de buitenruimte van de verschillende varianten getoetst willen zien. En tot slot, voorzitter, dat geldt ook al voor het Europese aspect. Welk bureau gaat dat doen en is dat bureau onafhankelijk? En ook wij zouden nu de vraag aan het college willen stellen. Kunnen wij volgende week, want dat is dan het voorstel, het hierover hebben in de commissie? En wordt pas dan het onderzoek uitgezet als we in de commissie de opzet van het onderzoek hebben kunnen bediscussiëren met elkaar. Zodat er een zo breed mogelijk draagvlak is voor de manier waarop het onderzoek plaatsvindt. En ik zou graag een toezegging van het college willen hebben op dit moment. En ja, volgens mij zijn ze in huis. Dat we rustig kunnen gaan slapen en dat we het gewoon dan, en hoeft het mij betreft niet vandaag, maar dan hebben we het volgende week. Zetten we nog even wat punten op de e-mail betrekking tot onderzoek. En dan kunnen we gewoon in de procedure verder. Goed, wij zullen zorgen dat de wensen zoals door u op dit moment naar voren worden gebracht, worden overgebracht naar het college. De heer Verheijen en de heer Harman.